Je kan een celbereik in Excel ook omzetten naar een tabel. En dat biedt een aantal voordelen. Dus gewoon celbereik. Dus hier mijn data staan in een aantal kolommen en rijen opgesteld. Dat zijn mijn data hier. Ik kan daar de eenvoudige bewerkingen in Excel mee doen. Maar ik kan ook... hier, als ik ergens in mijn tabel sta, naar de knop opmaken als tabel gaan staan, onder het startmenu. Dus ik doe opmaken als tabel. Ik kies hier bijvoorbeeld een hoofding, ik zal zoiets doen. Hij gaat proberen kijken wat volgens hem de tabel is. Dat klopt hier. Hè. Ik heb 1768 rijen hier. Dus dat klopt hier met de titelrij erbij, 69. Doe dus... Oké, en hij heeft dat nu opgemaakt als tabel. En dat maakt dat we hier nu een aantal, ten eerste een wat overzichtelijke layout krijgen. En ook, ziet u, als u naar beneden scrolt, dan gaan de titelrijen hier blijven verschijnen. Dus je moet eigenlijk niet langer het oude freeze panes, het rijen blokkeren, moet je niet meer gebruiken. Je kan hier direct, blijf je je hoofdingen zien van je tabel. Dat is een eerste handigheidje. En dan heb je natuurlijk dit soort menu, waarmee je makkelijk kan gaan sorteren in op deze waarden. Hè. Bijvoorbeeld hier, ziet dat hier, die variabele child soms heel veel data bevat. Maar ik kan het natuurlijk hier terug weer gaan sorteren zoals die stond. Dus heel makkelijk sorteren. Wat heb je dan nog? Je kan gaan filteren. Bijvoorbeeld hier op de Europeanen. En dan krijg je direct dat overzicht. Dus je hebt toch een heel... eenvoudige navigatie hier. Ja, weer alles selecteren. Je kan ook bijvoorbeeld gaan filteren op een waarde. De waarde van de geselecteerde cel gebruiken voor een filter. En dan kan je dat gaan toepassen. Dus dat is eigenlijk mogelijk. Bij numerieke waarden kan je getalfilters gaan zetten. Je zou kunnen bijvoorbeeld zetten, is groter dan 3, geef me de top 10, geef me hetgeen dat boven het gemiddelde is, onder het gemiddelde. En dan krijg je dergelijke filters. Dus het is wel heel snel mogelijk om... die filters dan te gaan toepassen. Hè. En hier kan ik die filter weer gaan wissen. Dus dat zijn enkele heel eenvoudige zaken die je met die tabel layout kan gaan doen. Je kan het ook meteen dan, kan je die data heel snel gaan exporteren naar bijvoorbeeld een Visio. Dikwijls handig om een Gantt chart te gaan maken enzovoort. Maar wat een heel mooie functie is, duplicaten gaan verwijderen. Dus het is heel vaak zo dat je in Excel dubbele rijen wilt vermijden. Je hebt de data samengebracht, je wilt die een beetje cleanen. En dan kan je hier vlot met duplicaten verwijderen, dubbele rijen gaan weghalen. Je kan het ook terug converteren naar een bereik natuurlijk, maar je kan ook dit gaan samenvatten in een draaitabel. Dus je kan heel snel vanuit deze tabel naar een draaitabel gaan. Hè, en dan start je gewoon het draaitabel menu. Is eigenlijk hetzelfde als invoegen draaitabel. Dus dat is mogelijk. Wat heel leuk is, is een slicer die je kan gaan toevoegen. Dat is eigenlijk een menu. Stel dat je
Dus stel dat ik hier een slicer op het jaar wil toevoegen, dan krijg ik hier zo een menu en kan ik heel makkelijk gaan navigeren dankzij dat menu. Zo kan je eigenlijk van je Excel meer een soort kleine databank toepassing maken zoals je in een Access zou doen. Dus heel handige toepassing hier, die slicer, en je kan dan je filter telkens terug ongedaan maken. Goed, dat zijn zo een aantal snelle zaken die je met een tabel kan doen. Wat ook handig is, is wanneer je een formule toevoegt, bijvoorbeeld de totale bevolking hier wil ik toevoegen. Ik ga die totale bevolking toevoegen en ik ga nu in de eerste rij een formule plaatsen. Bijvoorbeeld is gelijk aan de som van, en ik voeg hier toe al deze gegevens. En u ziet al dat de syntax verandert. Hij zegt hier, maak de som van tabel 2 admin tot child. Dus je werkt hier nu echt met databankvelden in plaats van met celbereiken. Dat betekent ook, als ik dit hier ga invoegen, doet hij dat meteen voor de hele tabel. Je moet dat niet meer gaan slepen. Oké, ik hoop dat je daar enkele nuttige tips aan hebt om hier met tabellen te werken.